Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe boekenvlog van Juf Sanne. De laatste jaren ben ik op Juf Sanne vooral bezig met het promoten van boeken en het lezen op school. En deze keer ga ik dat niet alleen doen. Ik heb een gast in mijn vlog. En dat is Arend van Dam, van de schrijver van de geweldige serie Lang Geleden. Dit is zijn allereerste boek, die heet dan ook Lang Geleden. 50 voorleesverhalen over de geschiedenis van Nederland. Dat was, zoals ik zei, de allereerste en die won een zilveren griffel. Daar was hij uitermate blij mee. Zo heb je al in een eerder boekenvlog van mij kunnen zien. Deze boeken, want hij heeft er nog veel meer geschreven, zijn zo ontzettend geschikt voor het onderwijs. De voorleesverhalen zijn kort en bondig en het biedt genoeg stof om één les per keer mee te vullen. En hoe je dat zou kunnen doen, hebben Arend en ik vandaag even, ik weet het, heel simpel, maar toch om te laten zien dat het kan, hebben Arend en ik vandaag een poging gedaan op zijn boekpresentatie bij zijn allernieuwste boek, De Oude Grieken. Daar gaan we nu even naar kijken. Eerst keken mijn kinderen en ik naar de boekpresentatie in het RMO, een prachtig decor. En Arend las natuurlijk voor uit zijn allernieuwste boek, De Oude Grieken. Hallo, dus ik ben Juf Sanne en dit is Arend van Dam. Arend van Dam schrijft heel veel historische verhalen, onder andere in zijn allernieuwste boek De Oude Grieken, waar we hier in het Rijksmuseum van Oudheden vandaag de presentatie hebben gehad. En wij vinden allebei dat jouw boeken uitermate geschikt zijn voor geschiedenislessen op school. Ja, dat hoop ik. Precies, en wij gaan dat eens bewijzen aan jullie. Oké, ik ben benieuwd. Opdracht 1. Lees het eerste verhaal voor en de titel van het verhaal is Het Gouden Masker van Agamemnon. En daarna komt er een vraag. En de vraag is, wat was het plan van de vader van Agamemnon om het leger van Troje te verslaan? Succes! En succes! Opdracht 2. Het verhaal van Homerus de schrijver. En het wonderlijke is, Homerus was een blinde schrijver. Hoe kon een blinde schrijver eigenlijk boeken schrijven? Maar goed, dat is niet de vraag. Nee. De vraag is, Homerus maakte gebruik van een nieuwe taal. Hoe noemen we die taal? Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 gaat over de uitvinding van de democratie. Wie heeft de democratie uitgevonden? Was dat Pisistratos of Kleisthenes? Ze hebben allebei hun best gedaan om het volk meer macht te geven. In het verhaal kom je twee korte verhalen tegen. En de keuze is aan jullie. Wie is volgens jullie de echte uitvinder van de democratie? Kom maar op met je mening. Waar zijn we gebleven? We zijn in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 alweer. En dat gaat over de Olympische Spelen. Wie was de grootste Olympier aller tijden? Dat was Milo de worstelaar. En je ziet hem ook op de kaft van het boek. Ja, het is niet die de Olympische Spelen was in hun blootje. luister goed naar het verhaal. Daarna komen drie vragen. En het antwoord is steeds een cijfer. Hoeveel keer won Milo de Olympische Spelen? Hoeveel keer heeft hij eigenlijk meegedaan? En hoe oud was hij bij zijn allerlaatste Olympische Spelen? Luister goed naar het verhaal en je kunt drie cijfers als antwoord geven. Succes! Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 gaat over Pericles. Pericles was een beroemde bouwmeester. Hij liet ook op de Acropolis een hele grote tempel bouwen. Nou, die tempel komt natuurlijk in het verhaal voor. Maar hoe heet die tempel eigenlijk? Die tempel heeft een naam. De tempel heet... Oh nee, dat moet ik niet verklappen. Zullen we dat niet doen? Nee. Laten we zeggen, jullie dat eens opzoeken. Zoek het eens op. Hoe heet de tempel die door Pericles is gebouwd? En bestaat die nog steeds? Bestaat die nog? Een opzoekvraag. Dan gaan we naar de volgende vraag. En die gaat toevallig over... Deze grote filosoof, zijn naam is Aristoteles en dit is een beeld van Aristoteles. Hij was een leraar en hij was ook een leerling. In dit hoofdstuk kom je drie grote filosofen tegen. Zal ik ze noemen? Ja, graag. Oké. Het begint met Socrates
En daarna Plato. En daarna Aristoteles. Ja, en het is aan jullie om over deze personen 3 dingen te vinden op internet. En daarover te vertellen. Wat hebben ze gedaan? Wat waren hun belangrijke gedachten? Het waren filosofen, dus die gingen nadenken. Wat is eigenlijk leven? Wat is mooi? Wat is lelijk? En waarom vinden wij mensen dat? Nou, wat is jullie idee daarover? Wat kun je vinden over deze beroemde filosofen? Succes! Het Griekse Rijk werd steeds groter en steeds groter en steeds groter. En dat had vooral te maken met Alexander de Grote. In het hoofdstuk kom je heel veel dingen over hem te weten. Ik ga jullie uitdagen. Probeer een aantal dingen over hem op te schrijven. Wat waren de belangrijkste feiten in het leven van Aristoteles? Alexander de Grote. Wat kun je over hem te weten komen? Ik daag jullie uit. 5 verschillende dingen die belangrijk waren in zijn leven, die hij heeft gedaan. Nou, dat moet lukken. Lijkt mij ook. Succes! Succes weer! Vraag? De vraag. Pyrrhus. Pyrrhus kennen we vooral door een grappige uitdrukking, namelijk een Pyrrhus-overwinning. Ja, een Pyrrhus-overwinning is een soort overwinning waar je niet heel erg trots op kunt zijn, want je bent misschien wel meer kwijtgeraakt dan je hebt gewonnen. Goeie. Pyrrhus-overwinning. Ja, die Pyrrhus die heeft van alles geprobeerd ook, hè, met vechten en met speren en met olifanten. Hoe is hij eigenlijk zelf aan zijn eind gekomen? Door een wapen? Door een dier? Door een ding? Hoe is hij aan zijn eind gekomen? Ik ben benieuwd of jullie dat kunnen vinden. Goed luisteren. Je moet stoppen, hè? 9. Hoofdstuk 9 gaat over de grootste uitvinder aller tijden, Archimedes. Hij heeft de hefboom uitgevonden, spiraalvormige pompen, gigantische schepen. Maar we kennen hem allemaal van de wet van Archimedes. En dat heeft te maken met de kroon van de koning. Was die kroon van goud of niet? Om die wet van Archimedes zelf uit te proberen, je kunt het heel simpel doen. Er staan op YouTube allemaal filmpjes over de wet van Archimedes. Dan zie je Archimedes, hij zit in bad en dan ploep, dan stroomt het water over en dan roept hij: Eureka, Eureka, ik heb het gevonden. Je kunt ook het verhaal lezen en zelf aan de slag gaan in de klas. Neem een bak met water. Maak een voorwerp dat een beetje op een kroon lijkt. Probeer eens in het water allerlei voorwerpen onder te dompelen. Wat gebeurt er dan? Hey, hout blijft drijven. Een blokje ijzer of een ander voorwerp zakt naar beneden. Als iets in het water zakt, dat water gaat omhoog. Zou je dan zelf met elkaar kunnen uitvinden hoe dat eigenlijk ging, de wet van Archimedes? Dus eigenlijk probeer de wet van Archimedes te bewijzen. Probeer hem zelf ook te bewijzen. Ja, je kunt wel aannemen, dat zal wel kloppen. Maar wat is jullie ervaring met de wet van Archimedes? Klinkt goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Succes. Hoofdstuk 10. Dat is het allerlaatste hoofdstuk in het boek. En het gaat over de ruiter van Artemision. Kijk, dit is hem. Ja, het is met mijn ruiter van Artemision niet helemaal goed afgelopen in het vliegtuig. Nee. De staart is afgebroken. Ja, gat is het is misgegaan met de ruiter. Dat is het laatste hoofdstuk. En dat gaat ook een beetje over het eind van het Griekse Rijk. Maar waarom kwam er eigenlijk een eind aan? Wat is jullie idee? En wat kwam er toen in de plaats van het Griekse Rijk? Wie was er toen de baas? Nou, dat mogen zij dan uitzoeken. Ja, het staat een beetje in het verhaal, als je het leest, of iemand leest het voor, juf, meester. Maar misschien moet je zelf ook eens opzoeken, Ja. Wat kwam er in de plaats van het Griekse Rijk? Dan zeggen we succes. Succes. Nou, ik denk dat we hartstikke goed en vooral snel hebben laten zien dat het heel goed mogelijk is om jouw boeken te gebruiken bij geschiedenislessen. Ja. Dus we wensen jullie heel veel succes en probeer dat bijvoorbeeld ook uit bij... Het land van de farao's. Lang geleden. De vikingen. A.V. Caesar. A.V. Caesar, ja, wou ik ook net zeggen. Leven de koning. Overal nergens. Stad en land. Ja, en hoe heet het boek over de kinderrechten ook alweer? Nu of ooit. Ja, ja, zoals ik al zei heeft Arend veel meer boeken geschreven in de serie Lang geleden. Daar heeft hij dikke bundels gemaakt met Alex de Wolf. Daar zitten 50 voorleesverhalen in per keer. En het gaat over verschillende onderwerpen. Over geschiedenis van Europa, geschiedenis van de kunst, geschiedenis van de kinderrechten, geschiedenis van de wereld, van feesten bijvoorbeeld. Hij heeft ook boeken geschreven met 10 voorleesverhalen. Die zijn geïllustreerd door Georgine over water.
En die gaan bijvoorbeeld over de Romeinen, de Grieken, het koningshuis, de Vikingen en het land van de farao's, dus de Egyptenaren. Daarnaast heeft Arendt ook nog verhalen geschreven voor de jongste lezers, die net beginnen met leren lezen. En dan ook weer gebaseerd op beroemde personen, zoals bijvoorbeeld de man op de maan met Neil Armstrong. En Leonardo da Vinci, Jacobo van Beieren, Johannes Sebastian Bach. En zo zijn er nog 5 andere delen. Ik vind ze absoluut maar moeite waard voor het onderwijs. Ik daag je uit om de boeken eens in jouw klas in te zetten. Heel veel plezier!